Dit is Flevoland van zondag 24 april. In Almere is aan het eind van de middag een jong kind in het water terechtgekomen en ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij een van de fietsbruggen in Tussen de Vaarten, bij de Juan Griestraat. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Een huis bemachtigen in deze tijd is een uitdaging. Ook in Noordoostpolder. Er is weinig aanbod, de prijzen stijgen en de pot voor de starterslening is leeg. De werkgroep Wonen 2.0 organiseerde dit weekend daarom een markt om jongeren te informeren over de mogelijkheden. De groep is onderdeel van Dorpsbelang Rutte en vindt het belangrijk dat jonge mensen in het dorp kunnen blijven wonen. Er is gewoon heel weinig aanbod, zowel op huur als koop. En dat is toch wel iets, ook in Rutte, waar heel erg tegen aangelopen wordt. Wij hopen dat er heel veel jongeren in Rutte willen blijven wonen. Voor de aanwas van het dorp is dat natuurlijk heel goed. We hebben een QR-code ontwikkeld waarin we ook informatie opvragen en ook de jongeren de vraag stellen, wil je in Rutte blijven wonen? Maar het geeft ons wel die informatie die we ook graag willen hebben. De gemeente, een bank, een makelaar en een bouwbedrijf hadden een kraam op de markt waar jongeren terecht konden met hun vragen. Je op tijd inschrijven is de belangrijkste tip die werd gegeven. Ik ben al een paar jaar geleden ingeschreven, zodat ik wel als ik wil gaan huren direct bovenaan sta. Het is gewoon weinig plaats om te bouwen en gewoon weinig ruimte te wonen. Ik wil binnenkort wel een keer het huis uit en dan is het wel fijn om te weten van wat je moet hebben als baan en hoeveel je moet verdienen en wat je kan lenen. Jos Bus van het CDA Noordoostpolder denkt dat gezamenlijk bouwen de kans op een koopwoning kan vergroten. Dit wordt ook wel collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. Jongeren kopen dan in een collectief een woning en kunnen op die manier samen bouwen. De kosten blijven daardoor lager. We hebben ook al jongeren gesproken die dat een heel aantrekkelijk initiatief vinden. Alleen ze moeten dan wel die groep even samenstellen. En ze moeten even de mogelijkheid krijgen om dat ook in te richten. Ja, ik hoop dat ze daar morgen mee beginnen. Maar het is wel heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk het initiatief oppakken om de mogelijkheden te benutten. Want het is een traject wat even duurt en ze zullen gezamenlijk dat traject moeten oppakken. Het rommelde de afgelopen weken flink bij voetbal tweede klasse Batavia 90 uit Lelystad. Hoofdtrainer Habib El Mosinawi werd ontslagen. En vervolgens werd deze oude bekende Michel van Oosteren aangesteld als de nieuwe eindverantwoordelijke. Het ging gewoon niet meer. En Michel was beschikbaar en gezegd van nou laten we dat maar insteken. Ja. Was de situatie echt onhoudbaar? Ja, die was echt onhoudbaar. Wat voor signalen kreeg jij dan? Nou ja, god, als een hele groep zegt van we willen niet verder met de trainer, is dat een duidelijk signaal lijkt mij. En dus werd Michel van Oosteren benaderd, die al eerder trainer was bij Batavia. Ik zie er niet altijd zo uit, maar ik ben wel vrij gevoelig door mijn band met spelers. En niet alleen hier bij Batavia, maar ook bij zo'n beetje alle andere clubs waar ik heb getraind. En als die roep op een of andere manier komt, dan ben ik daar toch blijkbaar heel gevoelig voor. Van Oosteren was bovendien vrij omdat hij in december totaal onverwacht ontslagen werd bij derde divisionist Unitas uit Gorkum, terwijl hij tweede stond met die club. Maar het is een lachwekkende uitleg geweest van het bestuur. Ik was niet streng genoeg bij het opruimen van trainingsballen. En ik zeg het met een stalen gezicht. En nu gaat Van Oosteren dus weer aan de slag, maar wel drie niveaus lager. Ik heb twee clubs in Lelystad, Batavia en Unicum, en allebei ligt mijn hart. En heb ik met heel veel plezier getraind. En deze roep kon ik eigenlijk niet weerstaan. Hoe lullig ik het ook vind voor mijn voorganger. Want ik ken die emoties en de gevoelens die daarbij komen spelen. Dus wel lastig. Wat is zijn opdracht? Kampioen worden. Ja. Niets meer en niets minder? Niets meer en niet minder, ja. Promoveren. Het kan natuurlijk altijd via de na-competitie, maar het liefst rechtstreeks. En dat moet gewoon gebeuren. Ja. Met zo'n groep mag ik dat wel verwachten. Tuurlijk is kampioenschap doelstelling, maar nog meer is promotie doelstelling. Dus wij moeten in eerste instantie na-competitie zien te halen. En lukt dat, dan maak je wellicht ook een kans op het kampioenschap. Het kunstenfestival Twee Turven Hoog, dat speciaal voor kinderen wordt gemaakt, is dit jaar weer als vanouds vanuit de kunstlinie in Almere gehouden. De afgelopen twee jaar werd het festival gedeeltelijk op straat gehouden vanwege de coronapandemie. Dit jaar zijn de voorstellingen van theatermakers uit binnen- en buitenland weer in de zalen van het theater. Het is geweldig, want het theater is de beste plek. Die is ervoor gemaakt. Dus als ik hier een voorstelling neer kan zetten in een zaal, dan ziet het er prachtig uit. En alle technici op de vloer die heel smooth alles doen voor je en whatever.
maken. Maar je kan ook theater maken op straat, dat weten jullie ook. Hè, maar dit is eigenlijk de plek waar het hoort en waar het best getoond kan worden. En ook voor het publiek heel fijn. Het is natuurlijk ook een prachtig gebouw, Kunstlinie van Almere. En het is gewoon heel fijn om met z'n allen hier al die mooie dingen te beleven. Ja, het is super. Het Tweeturvenhoog Festival bestaat inmiddels 23 jaar. Er worden voorstellingen gegeven voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Volgens Ingrid Wolf zijn kinderen al heel vroeg gevoelig voor kunst en cultuur. Het komt zeker binnen. Kijk, als je in de baarmoeder zit, heb je je auditieve vermogens al aan. Dus alle geluiden die kinderen horen in de baarmoeder, die hebben al, spelen al een rol. Als je dan uit de buik komt, dan heb je het begin van je zenuwstelsel en je ziet de kinderen zo. Dus het visuele, het licht wat ze zien, maar ook wat ze horen, daarmee ontwikkelt je hele verdere zenuwstelsel. Ook de ouders zijn enthousiast over de voorstellingen voor de allerkleinste. Ja, dat was heel leuk. Heel interactief met die kinderen. Dus dat is altijd mooi, toch? Ja, ik vind het fantastisch. Ja, zij is 3,5. En toen ze 1,5 jaar was, is ze mee geweest naar een voorstelling. En we hebben het 2 jaar gemist. En het vanochtend al ontroerd geweest bij een voorstelling. Ja. Om iedere keer volgeschoten. En hoe je ziet dat ze het helemaal in zich opneemt. Ja, dat is zo... Dat wordt zo vaak vergeten dat zij gewoon al mensen zijn. Fietsclub FTC Almere gaat de samenwerking met profclub Team Jumbo-Visma intensiveren. Beide partijen gingen vorig jaar een partnership aan om de wielersport in Almere te stimuleren. Na een jaar samenwerken is nu de volgende stap gezet. We zijn als witte trui partnervereniging begonnen. En toen hebben we afspraken gemaakt om als vereniging ons te ontwikkelen. Om wat professioneler te worden. En daar zijn we hard op weg heel goed mee bezig. En omdat het zo goed gaat, hebben we nu het bolletjestruinniveau bereikt. De club doet het goed. En daarom wordt de samenwerking met de profclub groter. En dat is niet onopgemerkt gebleven. We hebben een testdag georganiseerd voor mensen die van de club komen. Maar ook voor mensen buitenaf, de andere jeugd. En we hebben samen met Jumbo-Visma een dikke bandenrace georganiseerd om meer jeugdleden te werven. En dat merk je er vooral van. We merken ook dat de trainers krijgen meer educatie, zeg maar, over hoe training geven en dat soort dingen. Dat zorgt er weer voor dat de training kwaliteit vooruit gaat. En dat merken wij natuurlijk ook indirect. Wil de club groeien naar het hoogste samenwerkingsniveau, het gele truiniveau, dan moet er nog wel wat gebeuren. Nu wordt er getraind op de skielerbaan die voor de wielrenners te klein is. Daarom heeft de club plannen voor de aanleg van een eigen wielerparcours in Almerepoort vlakbij de topsporthal. We hebben goede gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaars. Er staat helaas nog niks vast, maar we hebben wel de goede hoop dat op korte termijn de knopen worden doorgehakt. En dat we wellicht volgend jaar al een wielerparcours in Almere hebben. Dan kunnen we sowieso beter oefenen op bochten, want je kan veel makkelijker de hele baan gebruiken. Dus je kan beter oefenen op hoe je een bocht moet aansnijden en hoe hard je door een bocht kan en dat soort dingen. En je kan gewoon, het is een stuk veiliger voor de omgeving en ook voor ons. Want je moet minder opletten op het verkeer van buitenaf. Dus die baan die moet er komen? Ja, ik vind het van wel. De heren van de Almeerse hockeyclub troffen vanmiddag op eigen veld Nijmegen. Dat is de nummer 5 van de competitie. Een mooie test voor de Flevolanders die dit seizoen ook graag in de subtop van de promotieklasse zouden willen eindigen. Maar voorlopig moeten de Almere's het doen met de 7e plek. Maar het zijn de gasten uit Nijmegen in de rode tenues die goed uit de startblokken komen. Jon Gerritsen gaat hier op avontuur. En dan komt de bal voor de stick van Danilo Trieling. En die is hier heel dichtbij de openingstreffer. Maar Juri Beck, de doelman van de Almere's, weet dit te voorkomen. Dan een strafcorner van Nijmegen. En opnieuw is Juri Beck heel nuttig. Hij voorkomt hier een vroege voorsprong van de gasten. Dan zitten we ondertussen in het tweede kwart waarin de wedstrijd zou ontbranden. Het vroege storen van Almere heeft succes. En Joep Troost bedient Manuel Verga op maat. En die weet wel raad met zo'n kans. Na 24 minuten de 1-0 voorsprong voor de Almeerders. Vanuit de spelhervatting gaat Nijmegen dan meteen op zoek naar de gelijkmaker. Tijn Stuve brengt de bal in de cirkel en hebben de Almeerders moeite de bal weg te krijgen. De overtreding op Jim van der Venne en een strafbal voor de gasten.
En daar weet Tijn Stuven wel raad mee. Hij laat Beck kansloos en zet de 1-1 voor Nijmegen op het scorebord. Na een half uur spelen deze rush van Willem Mesman-Schultz. Hij mag ver komen en brengt de bal in de cirkel. En dan is het uiteindelijk Joep Troost met de droge knal. Lekker hard binnengeslagen en de Almeerders weer op voorsprong. Er waren vanmiddag mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Almere op jacht naar een derde treffer. En die komt er ook bijna. Manuel Verga had hier zijn tweede treffer kunnen maken. Nijmegen had moeite met de lange rushes van Mesman-Schultz over de rechterflank. Ook hier de bal weer keurig in de cirkel gebracht. En misschien wel de grootste kans in de wedstrijd voor Raimundo Valenzuela. Maar hij krijgt de bal er niet in. En blijft dus de voorsprong beperkt tot 2-1. Dan kort na de pauze deze strafcorner van Nijmegen. En in de rebound is daar Gijs van Lid die de bal kan binnenwerken. En het lukte Almere dus weer niet de voorsprong vast te houden. Nijmegen op 2-2. En daar zou het niet bij blijven. Nijmegen werd sterker en sterker. De Almere gaven te veel ruimte weg en daar maakte Nijmegen handig gebruik van. Tijn Stuven voltrekt het vonnis. De jonge Almeerse ploeg verspeelt twee keer een voorsprong en verliest op de valreep met 3-2 van Nijmegen. Ik denk dat we onszelf niet hebben beloond op de momenten dat het echt moest. Dus we hebben in de eerste helft echt gedomineerd volgens mij. Een groot deel van de tweede helft ook wel. Maar ja, we hebben gewoon denk ik te veel kansen niet afgemaakt. Ook terwijl je dan in een flow zit en heb je momentum, dan moet je ze eigenlijk afmaken. En dan loop je aan het einde loop je even tegen een paar dingen aan.